In deze les gaan we wat meer in op onderdelen, componenten van het persoonlijke dashboard. Zoals de timeflow, kiss-focus methodiek, pomodoro techniek en het belang van templates. Nou, minder discipline, toch genoeg focus. Gaan we het hebben over vandaag naar de weekplanning. Vanuit rollen doelen definiëren en de kiss-focus behandelen. Als er voldoende tijd is, gaan we ook even naar de pomodoro techniek kijken. En even praten over het verminderen van stress.